dat jullie mij horen zeggen na wedstrijd. Het is echt heel gek. Ik ben heel erg benieuwd hoe hier gejureerd gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. En dat is een 4, want de jury die zei eventjes van... Megan, springt hij vaker verkeerd aan? Superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer wedstrijd met Dandy. Maar voordat ik met Dandy op wedstrijd ga, ga ik eerst eventjes Win zwemmen wassen. Ik heb hem net al gewassen, dus die beelden gaan jullie dadelijk eventjes zien van Win. We hebben nu Dandy helemaal gewassen. Die gaan we nu eventjes helemaal in de vlechten zetten. Nou ja, hengstenvlecht. Dandy is er helemaal klaar voor. Dandy gaat nu even op stal. Gaan we even de rest van de paarden binnenhalen. Dat is Win. Dan ga ik mezelf zo omkleden en zijn we er bijna klaar voor. Die staan nu eventjes een beetje te droog op stal. En ik heb binnen toe net ook eventjes helemaal lekker uitgekampt. Zijn maatjes vlecht erin. Hé, knap het! Ik ben echt zo blij hoe Win eruit ziet. En dan ga ik hem eventjes zijn nieuwe deken omdoen. Hey, knappie. Die gaan we wel heel laten, hè? Oh, Win het dus zegt doei. Nou. Oké. Kom maar dan niet. Zo, Dandy is er helemaal klaar voor. Dandy zegt nee, maar ik zeg ja. Zitten we weer onderweg naar wedstrijd. Het is zo gek dat jullie mij horen zeggen naar wedstrijd. Het is echt heel gek. Ik moet wel zeggen, ik ben echt gewoon een beetje moe. Hè. Ik ben eigenlijk wel helemaal kapot, want ik heb natuurlijk de hele dag gewerkt. 8 à 9 uur heb ik er nu op zitten. Toen Winnen toen nog gewassen, Dandy gewassen. Dus, het is nu iets over 6. Tegen 6:30 moet ik bij Mel zijn, iets voor 6:30. Melanie gaat weer mee met haar paard en dan gaan we naar Haaksbergen vandaag. Ja, Haaksbergen, als ik het goed heb. Dan gaan we daar wedstrijd rijden, dus super benieuwd hoe het gaat. Ik ga er gewoon weer lekker met een blanco gevoel in. Ik zie wel hoe het gaat. Dus we hopen natuurlijk dat het weer zo goed gaat als vorige keer, maar ja, dat weet je nooit. Gewoon puur weer lekker voor de ervaring voor Dandy en... ik heb er zin in, maar ik ga wel eventjes een Red Bulletje. Nee, ik ga geen Red Bull drinken. Ik ga een AA'tje drinken. Dat is net iets gezonder, soort van. Goed, ik hoop natuurlijk dat ik het voor jullie weer gezellig kan gaan filmen. De vorige keer had mijn vader natuurlijk gefilmd. En dan zet ik jullie ergens op een bakrand. Maar even kijken, ik weet niet of ze een bakrand hebben. Dus we gaan het zien. Oh, ik ben er alweer helemaal klaar voor. Ik heb een wedstrijd outfitje aan. Zit dit ding een beetje in het midden, ja. We zijn nu in Haaksbergen. Het is hier zo. Het was ongeveer een uurtje rijden. Dus we gaan nu de paarden van de vrachtwagen halen. En dan gaan we even losrijden. Ik heb ongeveer nog een half uurtje en dan moet ik mijn proefje starten. Ik ben heel erg benieuwd hoe hier gejureerd gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Dus het laatste dingetje klaarmaken en dan, ja, dan zet ik jullie neer.
gaan met rijden. En, oh, Dandy, heb je de teugel zo raar op je hoofdje. De eerste ging goed. De tweede ging trouwens ook heel goed. Maar ik merk gewoon dat bij de tweede dat ik zelf een beetje slordiger ga rijden. Maar ja, haal hem op. We zullen het wel zien. Ik moet zeggen, het is wel een hele onrustige locatie. Want er zat een tennisveld naast. Best wel veel kinderen die aan het spelen waren. Echt heel veel afleiding. En ondanks dat heeft hij toch echt heel goed gedaan. Dus ik ben echt wel heel trots op je. Ik ben trots op jou. Thuis krijg je lekker slobber. Dat heb ik je beloofd. Voor de puntjes afwachten. Ik weet al wel één cijfer voor de galop. En dat is een 4. Want de jury die zei eventjes van... Megan, springt hij vaker verkeerd aan? Ik zei ja. Ze zegt, dan kan je beter terugnemen. Want ik wou hem corrigeren door een wissel. En dat ging niet zo heel soepel. Dus ze zegt, je kan hem beter terugrijden. Ze zegt, maar nu heb ik je een 4 moeten geven. En ze zei, dat was best nog wel vriendelijk gejureerd. En dat snap ik ook wel. Dus ja. Dandy. Ik denk dat ik daar mijn reactie ga filmen van mijn protocol. Ik ben wel heel erg benieuwd. Het is of... niet zo goed of heel goed. We gaan het wel zien. Oké, we hebben de punten. En proefje. Wacht, ik ga eventjes heel eventjes hier zitten. Ik ga het thuis even met jullie helemaal doorbespreken hoor. Maar ik wil het jullie wel even heel snel zeggen. Bij proef 5 heb ik, die dus voor mijn gevoel beter ging, heb ik 175. En proef 6, die voor mijn gevoel wat slechter ging, heb ik 180. Dus... het is toch één winstpunt. En ik heb heel veel commentaar, dus dat vind ik fijn. Want dan weet ik in ieder geval waar ik aan moet werken. Maar zoals jullie zien is het al best wel donker aan het worden. Dus wij gaan lekker met de paarden naar huis. En dan praat ik jullie straks even bij. Oké, we zijn ondertussen een paar dagen verder. Dat ik dit opneem. Want het laatste beeld dat jullie hebben gezien, het is echt super laat geworden. We waren volgens mij, ik denk wel 11:30 een keer thuis. Ja, Dandy was tegen 11:30 terug op stal. Toen heb ik hem nog even een bak slobber gegeven, want ja, hij had het zo goed gedaan. Dus ik geef hem altijd wat lekkers als hij terugkomt. En toen moest ik zelf nog naar huis. Dus ik lag een keer om 12:30 s'nachts in mijn bed. Dus ik had geen zin meer om dit hele protocol met jullie te gaan bespreken, maar dat ga ik nu even doen. Zoals ik al zei, ik vond dat de eerste proef eigenlijk wel heel erg goed ging. Eigenlijk voor mijn gevoel zelfs beter als mijn allereerste wedstrijd, die proefjes. Dus zo zie je toch echt wel dat het een jury sport is. En ja, hier was ik ook al wel echt wel op voorbereid. Dat je een keer een hele fijne proef rijdt voor je gevoel. Maar dat je dan wat minder punten rijdt. En wat ik al zei, ik vind het heel fijn dat deze jury gewoon wat feedback heeft opgeschreven. Dan weet ik ook waar ik dus extra op moet gaan trainen. Ik ga een beetje de hoogtepunten ga ik eventjes met jullie doornemen. Dit is dus proef 5, dus waar ik mee begon. Ja, dan is het tussen X en G overgang arbeidsdraf, C linkerhand. Dan heb ik een 5,5. Staat er recht gericht houden. Dan HK gebroken lijn 5 meter, heb ik een 5. Lijnen netten afmaken, staat erbij. FE van hand veranderen, heb ik een 5,5. Staat er voor E op de hoefslag. Die moet ik even terugkijken. En EBE grote volte en een enkele draf passen paard de hals laten strekken. Staat er strekt wel, maar volte rond houden. Ja, die kan ik me nog herinneren. Want mijn volte werd echt een ei. Ik lees nu trouwens alleen eventjes het feedback op. En als er dus een heel slecht of een hoog cijfer staat. En dan was het op de volte tussen X en C arbeidsgalop rechts aanspringen. Daar heb ik een 4. Want dat is dus die rechtergalop waar Dandy 9 van de 10 keer verkeerd aanspringt. Of hij springt verkeerd aan en dan laat ik hem wisselen. Dus daar heb ik een 4. Er staat verkeerd en overkruis. Nou, dan heb je die BEB grote volte. Staat een verkeerde galop herstellen door het draf, niet door over te springen. De jury riep mij later ook eventjes apart. En die zei van, je kan hem beter terugnemen naar het draf en het dan nog een keer proberen dan hem te laten wisselen. Maar ik weet gewoon ook al, neem ik hem 10 keer terug. Hij springt toch niet rechts aan. Maar het is wel een goede tip voor jullie, als je misschien met hetzelfde probleem zit. Maar het is bij mij een Dandy, ik moet gewoon zorgen dat die rechte galop, dat hij hem gewoon goed aanspringt. Nou, dat is een 4. Dan heb ik hier ook best wel een hele fijne tip, vind ik zelf. Hier staat KXM van hand veranderen, enkele passen de draf verruimen. Daar heb ik een 5. En er staat versneld in plaats van verruimen. Ja, echt dom van mezelf. Ik hoor dat verruimen en dan bij het woord verruimen
denk ik, automatisch versnellen. Want je denkt van als je hem harder laat draven, dan gaat hij hem verruimen. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus dat is gewoon eventjes... ja, goed dat ze dat heeft opgeschreven. Want dan kan ik echt op het verruimen gaan oefenen. En dus niet op het versnellen. Nou, dan voor de rest... niet heel veel bijzonders. Oh ja, je staat tussen KNA, overgang, arbeidsstraf. Daar heb ik een 5. Zat ik op het verkeerde been licht te rijden. Dus daar moet ik ook wat aan denken. Nou, dan heb ik hier tussen HC, overgang, arbeidsstraf. Oh nee, MK, MXK van hand veranderen. Zie 12. Ja, dat was dus weer versneld in plaats van verruimen. Hier heb ik dus een 175 gereden. En dan gaan we door naar proefje 6. En ook hier weer lekker veel tips. Dus dat is fijn. Ook hier AXC binnenkomen en arbeidsstraf. Hier kom je dus een draf binnen. Heb ik een 5,5 slingerend naast de AC-lijn. Ja, klopt wel. Want volgens mij kom ik ook echt wel erg scheef binnen. Volgens mij denk ik ook echt zo naar de jury. Ja, dan FE van hand veranderen. Enkele passen, stap verruimen. Heb ik een 5, want hij moet meer verruimen. Tussen ENA, overgang, arbeidsstraf, die moet actiever. Heb ik zeker ook iets aan die tip. Dat hij gewoon, als ik mijn benen eraan leg, hap, meteen weggaat en niet eerst snel gaat stappen. Dus dat is ook wel een fijne tip. Dan op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rest. Nou ja, eigenlijk hetzelfde. Sprong die links aan, heb ik een 4. BNB grote volte heb ik alsnog een 5. Dus dat vind ik best netjes voor de verkeerde galop. Nu weet ik niet helemaal zeker of hij hem daar al had gewisseld. Dan heb ik hier op de volte tussen X en C arbeidsgalop links aanspringen. Staat iets tegen de hand. Daar heb ik een 6. Kan ik me niet heel goed herinneren, maar dat zie ik zelf nog wel terug. Tussen K en A overgang arbeidsstraf heb ik een 5,5. Staat er meer gereden. Ja, ik weet niet heel goed wat ze daarmee bedoelen. En dan hier heb ik BRB grote volte en enkele drafpas paard de hals laten strekken. Heb ik een 5. Meer geleidelijke laten dalen. Dus dat vind ik ook een hele fijne tip. Want volgens mij gooide ik in één keer een beetje de teugels los. Ja, dan krijg je natuurlijk echt zo'n duikboot effect. Dat wil je ook niet. Dan heb ik C afwenden, A rechterhand. Slingerend heb ik een 5. Slingerend wending beter voorbereiden. Dus dat is ook wel een fijne tip dat je hem nog beter voorbereidt. Even kijken, dan heb ik KXM van hand veranderen, draf verruimen, staat er meer opvangen. E, afwenden, B, rechterhand, heb ik een 6,5, staat er meer buiging. En voor de rest, bij het rechtgericht ontspannen en de aanleuning gaande paard, heb ik een 5,5. En dan staat er een streep onder de aanleuning en overgangen. Ik moet zeggen... Dat vind ik zelf redelijk laag. Want Dandy loopt eigenlijk altijd met een hele mooie aanleuning. Dandy loopt eerder iets te diep dan dat hij niet nagevelijk loopt. Dus ja, ik denk dat dat gewoon een voorkeur is van de jury. Daar heb ik dus 5,5. Nou ja, dat kan. En dan heb ik als commentaar staat er leuk paard. Leuk paard, probeer onderdelen meer af te werken. Succes, 180. Ik heb nu 3 winstpunten, dus dat vind ik super leuk. Ik heb me echt alweer voor best wel veel wedstrijden ingeschreven. Ik heb gezegd, ik ga er absoluut geen druk achter zetten, geen haast. Maar ik heb wel als doel dit jaar de B uit te rijden. Dus dat ik gewoon dit jaar L1 startgerechtig ben. En ik denk ook wel dat dat moet lukken, want het is nu dus augustus. Nou, daar heb ik nog september, oktober, november, december. Daar heb ik nog 4 maanden de tijd voor. En ik heb uit mijn hoofd iets van 6 wedstrijden alweer gepland. Dus ik denk op zich wel dat dat goed gaat komen. Dus dit is het protocol voor deze wedstrijd vlog. Allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat zeker eventjes weten of jullie nog meer wedstrijdvlogs willen. Want dan pak gewoon elke keer gezellig de vlogcamera erbij. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!